De Groningse Kredietbank gaat samen met 4 grote woningcorporaties de strijd aan tegen uithuiszettingen. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat vandaag door alle partijen is ondertekend. Afgesproken is dat woningbouwverenigingen eerder aan de bel trekken wanneer huurders in de problemen dreigen te komen. Volgens woningcorporatie De Huismeesters worden er per jaar zo'n 250 huizen ontruimd door huurachterstanden. Met het nieuwe convenant proberen de partijen dit cijfer omlaag te krijgen. Bij De Huismeesters kwamen we tot de conclusie van nou, het aantal ontruimingen neemt toch wel te veel toe naar onze zin. En wij hebben met een goed samenwerkingsverband binnen de corporaties. We hebben vanuit het samenwerkingsverband contact gezocht met de GKB. En hebben de problematiek besproken. En met nu als resultaat het convenant. Voor de stad Groningen en voor het college is armoedebestrijding heel belangrijk. En zo'n 14% van de Groningse huishoudens leeft op of rond de armoedegrens. En dat is echt heel moeilijk. Dus alles wat we daaraan kunnen doen, dat moeten we doen. Het doel van convenant is om door samenwerking tussen verschillende partijen te zorgen dat bewoners van coöperatiewoningen die in een huurschuldsituatie zitten, te zorgen dat zij niet in de bureaucratie, als ik het zo mag noemen, verzuipen, zodat ze dat er ook nog bij hebben. En dus uiteindelijk willen we het effect bereiken dat er minder ontruimingen plaatsvinden en dat huurschulden teruggedrongen worden. De Kredietbank is erg blij met de samenwerking en hoopt in de toekomst uit te kunnen breiden naar nutsbedrijven. Landelijk zijn we ook al wel bezig met energiebedrijven Essent en Nuon. Dat doen de kredietbanken gezamenlijk. Maar lokaal willen we wel proberen om nog meer convenanten te sluiten. Om juist de schuldenproblematiek van klanten proberen daar meer in te kunnen doen.